ridders klaar voor actie, Ryder, meneer. Sparks heeft de Big Benji-toren bevroren en de prinses en de graaf zitten binnen. Dat is cool, gast. Dus voor deze missie wil ik... Rocky. Groen is gaan. En Sky. Deze ridderpup gaat vliegen. Oké, mijn schermridders is niet te dol. Pas op, het is super glad hier. Woef, Lasser. Ryder, met Sky. Ik zie ze. Stop, Klaas. Stop? Ha, je bedoelt zeker bevries. Het was een harde landing. Maar met een warm welkom. Dag, kleintjes. Ze zijn ontsnapt, Ryder. Maar ik weet nu wel waarom Sparks ijs spuwt. Het zijn die blauwe marshmallows. Bedankt voor de info, Sky. En jouw helikopter? Dat komt wel goed. Mijn nieuwe vrienden helpen me. Ze vinden je wel heel lief, Sky. Rocky, hoe gaat het met de deuren? Fantastisch. Goed gedaan. Bravo! We zijn vrij! Ze zijn ontsnapt! Nu kunnen we terug naar het kasteel om op te warmen. Het ijs is gesmolten en Big Benji is opgewonden. Dus is het tijd om te zeggen dank jullie wel, beschermridders. Graag gedaan, uwe hoogheid. Wanneer je ons nodig hebt, dan... Je om hulp! De schermridders klaar voor actie, Ryder, meneer. We moeten Sweetie van Sparks afhalen. Help! En de baan repareren. Dus voor deze missie wil ik... Sky. Deze ridderpup gaat vliegen. En Rocky. Groen is gaan. Oké, ridderpups is niets te dol. Wat goed dat jullie zo snel terug zijn, beschermridders. Sky, heb je al iets gevonden? Tot nu toe geen draak en geen Sweetie. Blijf goed zoeken en meld je hier zodra je iets tegenkomt. Wat doen we met deze paal? Ik heb wel iets om het mee te maken in mijn wagen. Weggooien? Tuurlijk niet! Goed gedaan, Sir Rocky en Sir Rubble. Sky, heb je onze draak al gevonden? Ik zie Sparks, maar hij is zo wild dat ik niet dichtbij genoeg kan komen om Sweetie te pakken. Probeer hem af te leiden, Sky. Mag ik die misschien even lenen? Dank je! Sparks, dit lijken wel twee enorme marshmallows. Kom maar halen! Ik heb je! Oh, ja! Bedankt, Ryder en de beschermridders, voor het redden van het toernooi. Geen probleem, hoogheid. Wanneer een slechte ridder de boel verpest, blaf dan om hulp. Beschermridders, klaar voor actie, Ryder, meneer? Claw heeft twee babydraken gestolen. En het is aan ons om ze te redden. Maar dat is niet ongevaarlijk. Hun moeder probeert ze ook terug te vinden. Dus voor deze missie wil ik... Sky. Deze ridderpup gaat vliegen! Oké, beschermridders is niets te dol. Zitten jullie vast? Boehoe. En terecht naar al dat vuur spuwen en marshmallows verbranden. Hé, babydraakjes, wie heeft er honger? Hier zijn we, Klaw! Beschermridders, we hebben jullie ook nodig voor deze missie. We komen eraan, Heer Ryder!
jagen. Doe ik! Blijf flapperen! Yay! Ik val hem al! Chase, jouw beurt! Ruff, drakennet! Veel beter, ja. Geen probleem, mama draak. Niet vergeten, wanneer je baby's in marshmallow-problemen zitten, brul dan op hulp. Paw Patrol is klaar voor actie, Ryder, meneer. Politiestijl. Zoals bekend waren de koninklijke katjes op weg naar Avonturenbaai. Waren? Wat bedoel je, Ryder? Ze zijn weg. We gaan alle pups nodig hebben om dit op te lossen. Chase, jij bent de politiepup, dus ik wil dat jij deze opdracht leidt. Begrepen. Chase leidt deze ultieme reddingsrace. Goed, ik wil dat jullie de nieuwe leden van onze Kitten Catastrophe Club een warm welkom geven. Waarom rijden we niet sneller? Oh, kom op, katjes. Er is geen tijd voor een dutje. En jullie hoogheden scheppen dus. Stop deze trein, burgemeester Handinger. Goed, ik doe het wel zelf. Burgemeester Handinger, stop niet. Ik heb een idee. Rocky, Sky, jullie moeten zo snel als je kan naar de voet van de heuvel gaan. Dan, Sky, gooi jij de spijkerband uit je kopter. Rocky, jij legt hem dan over de weg. Daar gaan we! De trein komt eraan! Oh, 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 oh. Ah. Val mee! Zeg ik helemaal voor mij. En waar is onze visite? Elizabeth, Henry. Welkom in ons vredige stadje. En nogmaals bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je ons nodig hebt. Blaf dan om hulp. Burgemeester Handinger is tegen een ijsberg aangevaren. Wij moeten zijn schip redden voordat het zinkt, zodat burgemeester Goodway en de anderen naar huis kunnen. Oh! Dus voor deze missie wil ik... Rocky. Groen is gaan. En Everest. Sneeuw of kou, ik kom heel gauw. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oké, we gaan aan de slag. Oké, Everest, we gaan de Paw Patroller aan dat schip bevestigen. Mooi schot, Everest. Goed, ik maak hem vast. Oké, Robohond. Wordt echt stukken beter als wij ermee klaar zijn. Mooi, dan kan burgemeester Handinger iedereen terugvaren naar Avonturenbaai. Wacht, waar is burgemeester Handinger? Nou, dat zit zo. Oh, een grot. Ik weet zeker dat hier de schat ligt. Wacht, burgemeester Handinger, pas op. U veroorzaakt een lawine. Ah! Oh, ik was zo dichtbij. Ik kon het proeven. Zo, dat moet genoeg zijn. Je mag de zeilen weer hijsen. Ryder, fijn dat je ons niet in de kou liet staan. Geen probleem. Wanneer je ons nodig hebt, blaf dan om hulp. Oh, deze monsterbediening valt echt niet te doorgronden. Nee, ik wil niet dat het monster boogie woogie. Ik wil dat die loopie loopie doet naar Boerengat. Oh, daar heb je ze weer. Die gigantosaurus is zo gigantisch, hij zal alles kapot maken. Ah, stop met dansen.
Gaan we aan de kant, burgemeester Goodway? Zo te zien gaat Gigantosaurus weer een vuurbal uitspuwen. Ik hoor een geschreeuw. Wat is er? Ja, een gigantische hagedis. Nicoletta! Perfect gebakken. Sky, kijk of je Gigantosaurus ziet. Vleugels! Zeker, ik zie de Gigantosaurus. Waar is hij? Bij de uitkijk. Paw Patrol, naar de uitkijk. Snel! En nu redden we Chicoletta. Raam open. Sta stil, Chicoletta. Schiet op, Marshall. Hij gaat knallen. Chicoletta, kom hier. Zet je schap, Pups. Sproeien ze slangen. Hij gaat nu. Brandslang uit. Water aan. Nu. Zeg meer naar links. Meer naar links. Ja, zo. Hou stil. Marshall, Pups. De robot is uit. Ja! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Robohond, volg het signaal naar Grote Rot Canyon. Daar wordt meneer Wingnut gevolgd door wolven. In Grote Rot Canyon barst straks een storm los. Er liggen veel stenen in de canyons, dus ik wil Rubble. Rubble is aan de rol! En Marshall, jij kan met dieren praten. Dus jij kan de wolf vertellen dat ze meneer Wingnut met rust moeten laten. Ik ben er helemaal woep, woep, klaar voor. Oké, Paw Patrol is niets te doel. Marshall, ga in zuidoostelijke richting. Daar bevindt meneer Wingnut zich en de wolven. Ik zal ze alvast zeggen dat ze weg moeten gaan. Woo! Oh nee, dat klinkt als nog een wolf. Ik ga meneer Wingnut redden. Ryder, we hebben een probleem. We hebben nog een probleem, Ryder. Die onweersbui die we proberen te ontwijken, die is er bijna. We moeten meneer Wingnut daar wegkrijgen voordat de canyon volstroomt. Marshall, breng je nieuwe kudde naar de Paw Patroller. Probeer het rotsblok te verplaatsen. Robohond, haal ons uit deze canyon. Wat doen die wolven hier? Geen zorgen, we zijn vrienden. Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed dat jullie er zijn. Burgemeester Goodway, Chicoletta, de Turbots en Danny. De Sturval Danny X. Zitten hoog in de bergen, diep in de problemen. Sky, jij moet de ultieme kopter besturen. En jij stuurt de pups op deze missie aan. Ja, deze ultieme pup gaat vliegen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Rocky, gebruik je grijper om Danny te bevrijden. Rubble, parachuteer naar de Turbots en wacht daar op de kabel. Toffe parachute. Grijper. Ja! Hoi jongens. En op naar de ultieme kopter. Woehoe! Dit is zo extreem! Hoera! Oh nee, mijn boot gaat vallen. Sky, de boot van burgemeester Goodway beweegt. Marshall, Zoop, jullie moeten de burgemeester op het platform tillen. Ik glij weg! Boy!
wat een mooie foto's. En wat een geweldig uitzicht. Dankzij Sky en de pups. Als je omlaag valt terwijl je omhoog wil, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De katjes van burgemeester Hamdinger zitten in de clownsauto en ze rijden heel hard en gevaarlijk rond. Dus voor deze missie wil ik Chase. Chase zit er bovenop. En Sky. We gaan de lucht in. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Geen zorgen, katjes. Iemand anders komt jullie zo meteen redden. Wow. We moeten hem tegenhouden. Sky, laat Toodles op de auto landen. Ja, goed zo. Pak de sleutel. Heb je geen olie in je hoed om hem los te maken? Oh nee, het dak is te glad door al de olie. Het is gelukt! Goed gedaan, Toodles! Oh, mijn katjes, ze zijn veilig! Help! Rocky, Zuma, we hebben hulp nodig! Groen is gaaf! Ik duik erin! We moeten snel zijn! Hij gaat recht op het verjaardagsfeest af! Kijk uit! Burgemeester Hamdinger gaat zo meteen mijn taart verpesten! Niet als het om mij ligt! Graag gedaan, Alex. Wanneer het geklown je iets te veel wordt, dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Er is iets gebeurd op de Turbot moerastocht. De Groodways zijn geschrokken van een moerasmonster. Moerasmonster? Bovendien zit de burgemeester vast in drijfzand en neemt de kapitein zijn telefoon niet op. Maar Ryder, het wordt altijd eb rond deze tijd. En het water zal te laag staan voor de zeepatrollen. Dat klopt, Zuma. Daarom wordt dit een ultieme moeraswatermissie. Dan duik ik er ultiem hard in. Oké, Paw Patrol is niets te doen. GPS-signaal. Ik kan de platvis en de Goodways niet vinden. Chase, pak je moerasdrone en zoek naar aanwijzingen. Ruff! Moerasdrone! Voetsporen! Die kleinere zijn vast van Julia en Julius. En de grote zijn er van burgemeester Goodway. Laten we gaan kijken. Volg die drone! Ja! Oh, daar zijn ze! Burgemeester Goodway, Julia, Julius. Yay! Het is de Paw Patrol! Ik wist dat ze zouden komen. Rubble, pak je wakeboard en help burgemeester Goodway. Rubble aan de ultieme rol! Wakeboard! Oké, burgemeester Goodway. Klim voorzichtig bovenop het bord. Wakeboard, kill! Oh, dank je, Rubble. Zoals mijn neef en nichtje zouden zeggen, te gek. Beschermridders klaar voor actie. Ridder. Claw en Sparks hebben de brug vernield en nu kan de koninklijke koets niet terug naar het kasteel. Dus voor deze missie wil ik Rocky. Groen is gaan. En Rubble. Rubble is aan de rol. De andere pups zijn ook nodig. Laten we gaan. Kom mee. Oké, beschermridders is niets te dol. Oké, we moeten eerst de brug maken. Rubble is aan de rol. En Rocky, haal jij snel die afgebroken stukken uit het water? Komt goed. Nu die vervelende pups bezig zijn, kunnen wij het bot terugpakken, Sparks.
zijn jullie in orde? Jawel, Ryder. Prinses, nu Claw het bot van Excalibur heeft, is hij de kasteelridder, tenzij ik hem tegenhoud. Oké, ridder Chase. Oké, Tangetje, leg het bot voorzichtig in de emmer en... Nee! Ryder, het bot was niet echt. Hey, Sparks, wil je meespelen? Raf, bolawerper! Ah! Raf, drakennet! Ebbes! Beschermridders, bedankt! Jullie hebben ons gered! Wanneer je brug kapot gaat, laat dan om hulp! Dat gaat goed, juf Marjorie! Bedankt, burgemeester Goodley! Maar wees voorzichtig met die fakkel! Daarmee moeten we hier het vuur aansteken om de spelen te starten! Ik wil echt niet struikelen of vallen of... Juf Marjorie, alles in orde? Ja hoor, liefie. Maar waar is nou die fakkel? Nee, attentie! Verlaat het park! Hoi, burgemeester Goodway. Staat alles klaar voor de openingsceremonie? Net nog wel, maar nu komt er rook uit het grasveld. Geen veld is te rokerig, geen pub is te klein. Fijn dat jullie zo snel konden komen, Paw Patrol. Wat denk je, Marshall? Boven de grond staat er niets in brand, dus het moeten de wortels zijn. Ik denk dat dat gebeurd is toen de fakkel voor een spelen in zo'n gat is gevallen. Chase, kijk snel met je hittescanner. Het is inderdaad een wortelbrand. Sky, jij moet vanuit de lucht kijken of je nog ergens anders rook ziet. Vleugels! Marshall, Ryder, ik zie nog meer rook. Ik zie het ook. Er zijn meer ondergrondse brandjes. De vlammen hebben meer boomwortels aangestoken. En het jaagt de knaagdieren uit hun tunnels. De tunnels zitten overal onder de grond verspreid. Zo kunnen we water naar het vuur brengen. Eerst moeten we zorgen dat alle dieren de tunnels verlaten. Eet de lekkere knaagdierkoekjes. Wacht, knaagdieralarm. Hey, kleine vriend. Ben jij gebleven om ons te helpen met de brand? Marshall, schiet op! Hou vast! De rook is helemaal weg, Marshall. Vanaf hier is er geen vuur te zien. Het is gelukt. Goed gedaan, Bub. Ja! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Rubble is gestrand op een buitenaardse planeet en volgens mij zit hij vast. Oh! Dus voor deze ruimtemissie wil ik... Chase. Chase staat paraat voor zijn maat. Mooi, dan wil ik nog Rocky. Rup. Groen is gaan. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Hoi Chase, is Rubble in orde? Hi Ryder, Rubble lijkt in orde, maar hij maakt rare geluiden. Dat komt thuis wel weer goed. Oh. Zo te zien zit je vast. Oef, grijper! Ruff, net! Stap in, Rubble! Ryder Pips, help! Hey, kijk! Daar is Rubble! Hè? Huh? Maar als Rubble dus daar zit dan... jij bent Rubble niet. Je hebt gelijk. Het is een alien, Rubble. Rubble heeft een dubbelganger. Jongens, ik hoop dat jullie me horen. Ik heb hulp nodig. Onze Rubble is nog steeds buiten. We moeten hem redden. Snel. Oh. Sky! Rocky, Chase, Zuma. Jullie zijn er ook. En klaar om te helpen. Ruff, net! Spring maar, gast. Woehoe! Klaar voor actie, Ryder, meneer. In parachute springpakken. Het zijn vliegenierspakken.
Kapitein Turbot en François zitten vast in een berggrot ergens op Jungle Brul-eiland. Samen met een tijger. Daarom wil ik voor deze missie... Sky, jij bestuurt je ultieme helikopter. En als ervaren vliegenier begeleid jij het team. Deze ultieme puppy gaat vliegen! Daar is de opening. Brulberg is duidelijk een oude vulkaan. Klaar voor de start. Stuntpups op pad! Het is een mama en haar welpje. Het zat zo. De welp klom in onze rugzak. Dus mama volgde en... Genoeg uitgelegd. Help! Je kindje wordt ook gered. Hé daar, kleine vriend. Klaar om te vertrekken? Ah, schat als de kopiloot uit. Daar zijn we dan, Snuitje. Veilig en wel. En je moeder komt ook zo. Ze zouden achter ons aan moeten komen. Sky, we hebben een probleempje. Geen vulkaan is te groot, geen pup is te klein. Het is Sky! Sky! Ja. Wie heeft er een lift nodig? Stap maar in! Dat was een indrukwekkende redding, Sky. Een pup moet doen wat een pup moet doen. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Goed om te horen, pups. Kapitein Turbot gedraagt zich een beetje vreemd. Hij vliegt door de stad op Durfel Danny's rocketboard. Dus voor deze missie wil ik... Chase! Met behulp van je wagen kun je de kapitein tegenhouden voordat hij iemand verwondt. Of zichzelf. Chase zit er bovenop! Oké, Paw Patrol is niets te dol! Chase, jij moet op zoek naar... Kapitein Turbot? Ryder! Ik stapte 1 seconde van mijn bord af. En kapitein Turbot ging ermee vandoor. Dit is best extreem vaag. Geen zorgen. Ik haal je bord terug, Durval Danny. Het is Durval Danny X. Kapitein Turbot, kijk uit. Pas op, kapitein. U gaat vallen. Volgens mij kan hij ons niet goed zien of horen. Chase, roep naar hem zo hard als je kan. Volume omhoog. Raf, megafoon. Kapitein Turbot. Chase, ben jij dat? Raf, dit. Help! Bedankt voor deze rappe redding. Oh, hé, je kan horen. Maar help, ik ben wel mijn bril kwijt. Speciale bezorging. Goed gedaan, Zuma. Kapitein Turbot, hier heeft u uw bril terug. 1000 maal dank voor de hulp. Als je je bril laat vallen, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Zoals jullie weten zijn er wilde konijntjes opgedoken bij het paasfestival. Dus voor deze missie wil ik... Rocky. Met behulp van je katapult kun je hapjes gooien en de konijnen in een kotje lokken. Groen is hup en spring. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Dat is geen eentje. Kijk, Julius, daar zit een konijntje. Oh. Laat mij maar. Kom maar hier, lieve konijntjes. Ik weet dat jullie een wortel lusten. Hebbes! Bedankt, Rocky. Oh nee, kijk. Er mist er nog eentje. Whisker zit bovenop het reuzenrad. Sky, kom snel naar het reuzenrad met je helikopter en mandje. Whiskers is in gevaar. Deze pup gaat vliegen. Ik heb Whiskers in het vizier. Wees voorzichtig, hij schrikt nogal snel. Blijf allemaal zo stil mogelijk. Ruff, mandje.
beheerst. Oké, maatje, spring maar in het mandje. Rustig aan. Oh, joepie, mijn beurt om te gaan. Oh. Nee! Oh-oh, konijnen kunnen niet vliegen. Maar Puffy's gelukkig wel. Fantastische vangst, Sky. Ja! Heel erg bedankt voor het redden van het festival. En vooral voor het redden van die schattige kleine konijntjes. Wanneer een konijntje in nood is, dan hobbet die hupje om hulp. Ja, ja! Gevonden! Moet je al die gouden botten zien? En het is allemaal van mij! Chocoletta, blijf daar! En dan komt mami je ophalen, klein kipje. Hallo, Chicoletta. Wat? Ryder, nu is het stadhuis gezonken. Wat? Volgens de GPS zijn we vlakbij het stadhuis. We gaan meteen kijken. Sinopkatjes, ben ik in stoor? Dat klinkt als... Burgemeester Handinger? Stop! Huh? Haha, jullie willen de botten gewoon voor jezelf. Maar ze zijn van mij. Vol gas! Nee! We moeten snel iets doen. Wij zijn hier om je te helpen. En wij zijn er ook. Tom, ik heb die metalen balken van net nodig. Groen is bij je gaan. Zinken. Geen probleem. Ik kan het stadhuis makkelijk dragen. Met deze volledig geupcyclede supertiller. Voorzichtig, Rocky! Ja! Ja! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Goed om te horen, Pups. Ik denk dat burgemeester Handinger zichzelf in een enorme chocoladepaashaas heeft opgesloten. Ik wist niet dat burgemeester Handinger eigenlijk heel zoet was. Hij wordt nu het bos ingedragen en wij moeten hem gaan redden. Dus voor deze missie wil ik... Spion Chase. Spion Chase zit er bovenop. En Sky. We gaan de lucht in. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Help! Sky, laat je harnas zakken. Begrepen, Ryder. Oh-oh. Sky, haast je. Door de zon smelt de chocola. Ja! Chase, ga naar de bodem van de kloof en hou je net paraat. Komt in orde. Wat gebeurt er? Oh nee, ik had hem bijna te pakken. Ruff, net! Ryder, hij is gestuiterd. En nu hebben we een drijvende flaphoor. Help! Zuma, je moet nu met je hovercraft hier komen. Ik duik erin. Nu moet de chocoburgemeester naar de wal. Ryder, we hebben een probleem. Oh ja, die dolfijnen zijn veel te dichtbij. Zuma, je moet die haas naar de wal trekken. En snel! Wat gebeurt er? De burgemeester Handinger pakt de boei. Nou, het kostte veel tijd, maar toch bedankt voor de redding. Graag gedaan, burgemeester Handinger. Wanneer je vastzit in de chocoladehaas, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Het gaat om de avonturen bij spelen. Alle medailles zijn verdwenen. Dat klinkt als een groot mysterie. Deze missie vraagt om serieus detectivewerk. Dus ik wil een team met de allerbeste politiepups, geleid door onze expert, Chase. Komt in orde. Paw Patrol is niets te dol. Oh, Ryder, je moet die medailles terugvinden. Rocky, scan de grond hier en zoek naar sporen. Zal ik doen.
Hier is geen enkel spoor te zien. Is er bij jou iets te zien, Marshall? Alleen wat bloemblaadjes rond de medaillehouder. Ik heb wat gevonden. Ik denk dat je hierheen moet komen. Kijk daar eens, waar de gouden medaille hoort. Kattenhaar. Maar er zijn geen kattensporen in het zand. Omdat ze iets gebruiken wat woest door de lucht en de blaadjes van de bloemen afhakt. Maar hoe krijgen we die vliegende kittenbandieten te pakken? Ik heb een plan. Ga die medailles pakken. Stop, in de naam van de poot. Geef me die medailles. Nee, ze zijn allemaal van mij. Mij. We moeten burgemeester Handinger redden. Sky, hou de burgemeester in zicht. Begrepen. Zo te zien vliegt hij richting de cactuskloof. Ruff, net. Perfect. Nu wil ik mijn medailles weer terug. Sorry, burgemeester. Die gaan naar de avonturenbaai spelen. Oh, bedankt, Chase en de Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je medailles verdwijnen, blaf dan om hulp. Mijn beurt. Dat is de puppet die je hoort. Iemand heeft hulp nodig. Oh, ja. Ryder, jij bent Ryder niet? Dat klopt. Ik ben voor hem aan het puppassen vandaag. Geen zorgen. De Paw Patrol komt je meteen helpen. Alle pups naar de toren. Eigenlijk moet je zeggen, Paw Patrol, naar de uitkijk. Oké. Paw Patrol, naar de uitkijk. Ryder meldt zich. Ik bedoel Katie. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Ik bedoel Katie, meneer. Mevrouw. Bedankt, pups. Dus, wat zou Ryder nu doen? Ryder vertelt welke pup moet helpen en hoe die dat moet doen. Oké. Om meneer Postbode te redden wil ik... Marshall, jij gebruikt je brandweerwagenladder om hem uit de boom te halen. Ik ga vlammen! En Sky, jij kunt met je helikopter burgemeester Goodway en Chicoletta veilig van het dak halen. We gaan de lucht in! Volgens mij is de Paw Patrol klaar om te gaan. Je bedoelt zeker, Paw Patrol is niets te dol. Juist, dat. Geen zorgen, meneer Postbode. Marshall kan nu helpen. Klopt. Huh. Ladder. Kom maar mee naar beneden, meneer Postbode. Ik breng u en Chicoletta nu naar beneden, burgemeester Goodway. Huh. Harnas. Hebbes, heel erg bedankt, Sky. Jullie zijn brave pups. En, hoe ging het vandaag? Katie deed het fantastisch, Ryder. Dat dacht ik wel. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie zo snel zijn, pups. Overal een avonturenbaai verdwijnen er telefoons. Oh, nee, Kelly. En nu kan niemand ons opbellen. Okay. Een ultieme politieactie. Chase, jij moet als politiepup het team begeleiden. We hebben alle pups nodig om dit op te lossen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Ik ben zo blij dat jullie er zijn. Geen zorgen, Katie. Marshall, gebruik de ladder om Kelly te redden. Komt goed, chef. Dat kietelt. Meneer Porter, kunt u vertellen wat er aan de hand is? Ik speelde Maiskorrel Crush en toen hoorde ik mijn prullenbak omvallen. Dus ik ging kijken en liet mijn telefoon hier liggen. Misschien ligt er een aanwijzing bij die prullenbakken. Rocky, pak je scanner en kijk of je iets ziet. Scanner! Chase, ik zie voetsporen. Ze zijn heel klein. Heeft een spook voeten? Dit spoor ruikt naar... meloen! We volgen die geur! Oh. Het is een wasbeer! Een dansende wasbeer! Nu snap ik het. Wasberen zoeken 's nachts naar eten en daarom pakte hij natuurlijk die meloenen. Ik heb een ideetje. Wat is je plan? Oh.
Dat klopt, kleine wasbeer. Lekker dansen op maiskorrelcrush. Dank je. Jullie zijn de beste. Bedankt, Puts. Bedankt, Ryder. Graag gedaan. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, Pups. Want wij moeten supersnel iets gaan bouwen. Onze astronaut kapitein Gordy is in nood. We moeten kapitein Gordy helpen om te landen. Dus ik heb een pupteam nodig dat een landingsbaan kan bouwen. En snel. Daarom is dit... een ultieme vakmannenactie. Wij staan klaar. Je kunt op ons rekenen. En onze eigen bouwexpert krijgt de leiding. Rubble. Met zijn ultieme bouwvakkerwagen. Paw Patrol is niets te dol. Oh nee, Gordy zou hier moeten landen. Maar er is te weinig ruimte voor het landingspunt. Het is te nauw hier. Waar het niet breed is... moeten we omhoog? Wat moeten we daarvoor bouwen, Rubble? Vertrouw me maar en volg mijn aanwijzingen op. Eerst moeten we het oude landingspunt demonteren. Weggooien? Natuurlijk niet! Zuma, hoor, bouw gaat in de grond. Red en Jace, jullie zetten de palen in die gaten. Oh, ik zie Gordy's ruimteschip. Het tempo moet omhoog. Kapitein Gordy rekent op ons. Rubble, dit is de stoerste landingsbaan ooit. Een dubbele Rubble spiraalbaan. Daar komt ie. Ryder, meld je alsjeblieft. Is Captain Gordy in orde? Hij is geland en hij is veilig en wel. Dank je, Ryder. Je hebt ons gered. Rubble verdient de meeste dank. Pas op, neefje. Deze lens is schoon en schitterend. Dus laten we dat zo houden. Natuurlijk. Met deze mooie, glanzende lens wordt je vuurtorenlicht weer glashelder. Ah! En hij maakt ook grappige, gekke gezichten als je er doorheen kijkt. Laten we maar inladen. En dan nu op naar het eiland. Vite, vite. Snel. Dat ga ik dus niet doen. Ik rijd super zacht en traag, zodat de lens blijft staan. Wauw, kijk, die boomstam staat in brand. Ik kan maar beter even remmen. Oh, mijn remhendel zit vast. Nu kan ik niet stoppen. Ik heb hulp nodig. Oké, we gaan dat brand uitblussen, maar we moeten eerst die trein zien te stoppen. Goed plan, Marshall. Rubble, pak de trein met de zijtang. Dan trappen we hard op onze rem. Ik heb nog nooit een trein gevangen. Gaat! En nu remmen! Nu kunnen we gaan blussen. Waterkanonwagen. Goeie actie, Paw Patrol. Geen probleem. Graag gedaan. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Alle stroom in de stad is uitgevallen. Gelukkig heeft de uitkijk zijn eigen noodgevalgenerator. Maar wij kunnen de stroom weer aanzetten. Dus voor deze missie wil ik... Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Kijk, wat is dit? Kijk, wat is die gloed? Burgemeester Hamdinger, u moet dat bord uitzetten, want onze stroom is uitgevallen. Mooi niet, het is een kunstwerk. Trouwens, wie zou deze knapper niet willen zien? Huh? Sorry, burgemeester Hamdinger, maar Avonturenbaai heeft stroom nodig. En we moeten ook nog alle rommel opruimen. Kom mee, Chase. Maar met één ding heeft de Paw Patrol geen rekening gehouden. Oplaadbare batterijen. Kom mee, Jumbo. Ik zie helemaal geen sterren met al dat licht. Waar komt die verontrustende verlichting vandaan?
Als we die lamp niet uitzetten, kunnen we vanavond de planeten niet zien. Ik bel snel de Paw Patrol. Oké, Sky. Gebruik je haak om het neonbord weg te halen. Begrepen, Ryder. Jij gaat met mij mee, Jumbo. Kijk, alle planeten spelen een prachtig positiespel. Wauw, allervetste uitzicht ooit. Paw Patrol, bedankt. Jullie hebben de dag gered. Nacht. Graag gedaan, Alex. Wanneer de lichten te fel worden, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Ryder? Ryder? Ik ben bij Alex, dus dit gaat even een beetje anders. We gaan het zo snel! De remmen van mijn wagen zijn verbrand, dus jullie moeten me helpen stoppen. Maar voordat we mijn terreinwagen stoppen, moeten jullie Alex ervan afhalen. Dus voor deze missie wil ik Sky. We gaan de lucht in! Paw Patrol is niet te dol! Ryder, ik kan Alex hier niet optillen. Er staan veel te veel bomen. Wat moeten we nu doen? Wat als wij naar jou toe komen? Hebbes! Oh, maar dat was zo leuk! We moeten Ryder redden. Het is tijd voor maximum snelheid. Sorry, Bubs. Door de hoge snelheid heb ik geen stuurcontrole. We moeten zorgen dat hij langzamer gaat. Chase, we proberen een parachute. Goed idee, Ryder. Ik kom eraan. Wow! Ik kan niet dichterbij. Ik heb één kans. Komt-ie? Nu! Raf! Parachute! Goed gericht, Bub. En het werkt! Ik ga langzamer! Jullie zijn de braafste pups. Het gebeurt niet vaak dat mijn eigen team me moet komen redden. Als je ooit terechtkomt op een op hol geslagen raket, dan doe je het volgende. Blauw op hul! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Een bijenkorf is kapot gevallen en de koningin heeft de olifanten verjaagd van de drinkplaats. Dus voor deze missie wil ik Sky. Jij moet de olifanten gaan zoeken en kijken of ze oké zijn. Deze pup gaat vliegen! Oké, Paw Patrol is niets te dol! Ryder voor Sky. Zie je wat? Ja, ik zie ze! Nee, schatjes, niet naar binnen gaan! Ryder, de olifanten zijn de tempel ingegaan. Hey jongens, kom snel naar de tempel. Chase en Tracker, ga de tempel in en leid de olifanten eruit. Doe me, Ryder. De tunnel is geblokkeerd. We komen eraan, Tracker. Rubble, Marshall, maak je klaar om te gaan. De olifanten weer naar buiten. Tracker, we hangen jouw kabels tussen de stenen plaat en de trekhaak van de Paw Patroller. Komt in orde, Ryder. Ruff, kabels. Nu moeten onze grote vrienden nog op de plaat. Marshall, vul de vloer van de tunnel met water. Robohond, zet de patroller in zijn achteruit en geef gas. Dat was krap. Bedankt voor de hulp, Paw Patrol. Geen probleem. Wanneer je een dier moet verplaatsen, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.